Beste kijkers, een van de activiteiten die nu gaande is in ons land is het asfalteren van het garnizoenspad. We praten met de heer Ramkisoen die ons alles vertelt over dit project, wanneer het is begonnen, wanneer ze het gaan opleveren en hoe het verloopt. Dit project is gestart in 2013 en heeft twee belangrijke onderbrekingen gehad. En nu, sinds mei, zijn de werkzaamheden weer gestart. En we hopen op dezelfde tempo door te kunnen gaan. En dan de wegstrekking Mongshoop Henry Fernandesweg af te kunnen ronden. U zei met hetzelfde tempo door te kunnen gaan. Hoe zit het met de weersomstandigheden? Ook tijdens de weersomstandigheden zijn er natuurlijk minder activiteiten, maar dan zijn er andersoortige werkzaamheden. Nu is het weer een beetje droog, vandaag helaas niet, maar het is afhankelijk van weer. Maar er zijn verschillende werkzaamheden, omdat die hele weg wordt verbreed, de fundering moet worden aangepakt, er wordt een cementstabilisatie aangelegd. En er komt een steenslaglaag eroverheen en dan komen er twee lagen asfalt overheen. Dus het zijn voldoende werkzaamheden die op andere tijden kunnen geschieden. En in de droger periode gaat het natuurlijk veel sneller. Hoe gaan jullie om met het verkeer wanneer er gewerkt wordt? Die worden door de aannemer, heeft zo'n ploeg met walkie-talkies en vlaggen. Die regelen dan het verkeer, zodat er altijd één baan is om te kunnen rijden. Nu zijn we bezig tot ongeveer de vijfde rijweg, die kruising van de vijfde rijweg. Is er een vervolgtraject hierna? Wel, het project loopt van Mongshoop tot naar Henry Fernandesweg. Dus vijfde rijweg is een tussenstop. Okay. Daar moeten we nog dus helemaal de weg aanpakken. De utiliteitsbedrijven, dus de waterleiding, Telesuur en EBS, zijn of bezig geweest of zijn nog bezig om in het tracé voorkomende kabels, leidingen en elektrische palen te verplaatsen. Zodra dat gedaan is, dan wordt de weg opengebroken en dan wordt weer de hele weg aangelegd. En dat zal dus tot de Henry Fernandesweg zijn? Ja. Hoe lang denkt u dat dat project zal duren? Voor de strekking van dat gedeelte van vijfde rijweg, is opgedeeld in twee gedeeltes. Dan voor het ene deel is er 30 maanden uitgetrokken. Daar moeten we dus nog goed starten. Dus als u 30 maanden optelt bij waar we nu leven, dan ziet u waar we uitkomen. Het andere gedeelte, van vijfde rijweg naar Opkar, dat is voor 18 maanden. En we hopen dat dat binnen redelijke termijn ook kan geschieden. We hebben al nu een achterstand vanwege die kabels en leidingen die verplaatst moesten worden. Maar laten we zeggen, altijd hopen dat het iets vlotter kan gaan. Welke boodschap heeft u voor de buurtbewoners en de mensen die deelnemen aan het verkeer en gebruik maken van deze weg? Deelnemers moeten altijd voorzichtig rijden. Een beetje defensief. Goed opletten wat er voor je gebeurt en achter je gebeurt. En je houdt aan de verkeersregels, dan is er niks aan de hand. En de buurtbewoners vragen om begrip dat wanneer we werken er wel degelijk overlast van zal zijn van een weg die gereconstrueerd wordt midden in een bewoonde gebieden. Dat ze een beetje geduld op kunnen brengen, een beetje begrip hebben dat hun weg over korte tijd naar een mooiere weg en een mooiere omgeving zal leiden. Hoe belangrijk is een geasfalteerde weg voor de gemeenschap? Wel, deze wegstrekking maakt deel uit van de Oost-West-verbinding. En in principe is de Oost-West-verbinding die loopt van Albina naar Nikeri onze hoofdslagader voor alle transporten in het hele land. Dus het is de meest belangrijke weg van Suriname, of een van de meest belangrijke wegen van Suriname.